Goedemorgen. Oh, volasse. Koffie en... Melk. Melk. En wat is er gebeurd? Jij bent rustig komen zitten. Ja, we zijn lekker opgestaan. Ja. Roman is begonnen aan de koffie. En ik heb alles al klaargezet, want het regent zo hard vandaag. Dat, dat we toch maar in de camper blijven, denk ik, momenteel. En ik deed alle rolletjes naar beneden en ik kijk zo net naar buiten en tussen de plaatsen staat er een elektriciteitscabine. En wat stond daar nog op? Ja, kunt ze zien. Wat stond daar nog op? Het zakje van de fietsen. Het zakje. Met batterijen in en zo. Met de laders doorweekt nat. Gelukkig zijn ze waterdicht, want de binnenkant is eigenlijk zo goed als droog. Ja. Alleen je voelt wel aan de opladers dat ze wat vochtig zijn. Vochtig zijn. Dus ik zei, leg die maar voor zo'n uitlaatklep van de Drume, dat ze terug wat warm worden. Nee, ik heb de laders op het bed gelegd en ik heb hier mijn kacheltje staan. En dan heb ik het zakje ervoor gezet en dan kan de warme lucht dat drogen. Maar van binnen is het redelijk droog. Alleen van buiten, ja, dat is nat, hè, van de regen van deze nacht. En nog steeds regent het buiten, hè. Nog steeds. Het is, 10 liter de vierkante meter verwachten ze vandaag, hè. Voor de rest is het gewoon, wij gaan werken waarschijnlijk, als het zo blijft regenen, aan ons spiritueel magazine dat wij maken. Ik misschien nog wel aan de radio bezig zijn en voor de rest, ja. Wachten op een momentje erop. Wachten tot het iets droog. Vroeger wordt. Want, hiernaast is een bos, een heel groot bos, hè. Hier is een poortje hier opzij. Kunnen we gaan wandelen in het bos? Misschien kunnen we eens wandelen, ja. We hebben ons wandelschoenen bij. Misschien eens een keer proberen. Te doen nog vandaag. Lekker rottende bladeren van de herfst. Of het moest... Misschien kunnen we wild spotten. Ja, zou het misschien net vanavond nog wat droger gaan zijn, dat je nog eens door het bruggen kunt? Ik weet vanaf niet. 10 uur 's avonds ging het stoppen met regenen. Oh, nee, ja. En dan morgen maandag ging het in de voormiddag nog regenen en vanaf 1 uur zou het... Want we hebben nog een heel grote planning te doen in Brugge. Ik denk nu al dat we nog eens moeten terugkomen. Ondertussen is het al zondagmiddag. Het is heel de tijd aan het regenen geweest. Nog steeds. En het blijft nog altijd hard regenen. Ondertussen zijn we met 2 gedoucht. We gaan gewoon nu wat binnen blijven. We gaan wat middag eten. We zijn hier alles aan het klaarzetten. En ondertussen, de computer staat klaar, want we gaan gewoon naar vloggers zien die ook bezig zijn. Hè. En voor de rest gaan we nog zien wat we gaan doen in de namiddag. Maar eerst gaan we flink eten en gewoon genieten van elkaar ook. Hè. We komen eindelijk buiten. Hè? Na hoeveel uur van gisterenavond? Afwassen tot nu, zeg. Het is een beetje rare lucht. Ja, mensen met een kerstboom. Een beetje rare lucht, maar het is nu een beetje droog. Eindelijk. Eerste keer dat we buiten komen. Amai, het werd tijd. Ik denk dat iedereen binnen zit om tv te zien. Oh, rechter stond die camper buiten, zijn bij dat venneke. Ik schuif. Ja, hij ziet dat, hè. Ik schuif het. Klasse. Oh, die zijn ook al weg, ze. Die zijn dan alleen op het concert gekomen. Ja, mensen gaan allemaal naar huis, hè. Of die gaan lopen voor dat weer. Dat dieren verdenk. Maar morgen gaat hij ook kerstbomen hangen. Met een overal boom gehangen, misschien slingers. Komt er nog onweer? Want dat is zo van dat onweer, hè? Of is dat een topklare? Maar dat is een grote. Wat, hè? Oh, van de vaandel. Ah. Een busker, maar dat is een grote. Ja. Ook opgesloten in een auto heel een dag. Dat je geen drank hebt. Nummers hier. Flipton, Fanta, Light, Cola, Jupiler. 2 euro valt nog mee, hè? Nee, valt dat niet mee van prijs? Dat is niet te zot, hè?
als je Roman laat doen, dan blijft hij spelen op een piano. Dus ik ga mijn weg eens even verder zetten, want we zijn nog niet volledig rond gegaan. We gaan even naar de wasplaats hier. Ze. Misschien kunnen we binnen. Misschien is het op slot, dat weten we nog niet. Zullen we zien? Oh nee, dat is open. We gaan eens even draaien. Tjoep. Voilà. Proper, hè? Automatisch licht. Ja, voilà. Ze. Een droger. Wasmachines. Pombakje. Gezellig. Ziet er oké uit. En dan hier. Automatic door. Dus je kunt erop klikken. Dat is voor mensen met een beperking. Dat is ook wel heel leuk gedaan. En als we dan wat verder gaan, zien we aan de andere kant de Milieustraat. Dat is niet zoveel eigenlijk. Hè. Sorteren moeten we allemaal doen. Restafval, PMD, papier en karton en glas. Wat ook leuk is, ze hebben hier ook een dispenser hangen voor even uw handen te ontsmetten. En een barreel terug voor buiten te rijden. Dus eigenlijk ja, het is wel een mooie camping. Daar is ook nog voor toilettelozen, zie ik ze. En hier voor de camper beneden. Dus dat is eigenlijk allemaal proper en wel gedaan. Hè? Daar staat er eens, hè. Ja, als een vrouw weggaat, dan begint een man die te missen, hè. Je kan niet zonder mij, hè. Maar ik heb nooit nergens in gaan. Of je is los aan het lopen, hè. Die is mee aan het zoeken. Waarom ben ik kwijt? Ik was toch op die piano aan het spelen? Ja, maar je mag dat blijven verder doen. Ja, zeg, dan zit ik hier vanavond nog. Kom. Dat weet ik, dat heb ik ook gezegd. Dat is één ster extra op de review, hè, met piano. Schattige, je pakt ons mee in de douches, hè? Laat eens zien wat ze hier hebben. Douche, voor mij. Eens zien. De strekken, hè? Brandveiligheid. Ja, niet de moeilijke deur. Ja. Het is hier ook een toilet ondertussen. Dat zien we hier voor de mannen. Ja. Dan gaan we eerst aan het toilet te zien, hè? Dat is hier. Hier ook nog een stuk. Dat is hier in een donker, want het springt automatisch aan. Hè. Drie wasbakjes, proper, toilet. Toiletjes. Nou, dat kende wel een toilet. Hè. Ja. En ook hier, handenwasding. Ik denk dat ze hier nog een extra wasbak moeten hangen. Heeft het vuil gemokt? Hier hangt een borstel en een aftrekkertje. Een vloerveger, schat. Een aftrekker is in Holland iets anders. Nee, dat verstond ze wel hier. De douches. De douche. En is dat met een munt? Een bankje. Nee. Op de knop drukken en je hebt water. Ja. Eigenlijk genoeg plaats, hoor. Ja, 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 ja. Proper. En de vloer ziet er ook proper uit. En hier heb je aparte wasbakken. Ja, voor te scheren. En een spiegel. Hallo. En voor de vrouwen zal dat wel hetzelfde zijn. Ja, ik denk wel. Alleen die hebben deze niet hangen, de vrouwen, denk ik. Of die moeten de plastuit meebrengen om in te brengen, dan kunnen ze hier wel gaan staan. Dat kan natuurlijk wel. Dat brengen die niet in, hè. Ik ken dat niet, hè. Hier kunnen we ook nog water nemen. Dat is niet voor de... Niet voor de chemische toilet. Toilet, nee. Maar wel erboven hangt dan wel voor het drinkwater. Heb je die gevonden waar het chemische toilet? Ja, ja, dat is aan het gebouw. Dat hebben we laten zien. Okay. En dan hier is nog een wei waar normaal schapen lopen. Je mocht maar je niet voederen. Je mocht geen boterhammen geven. Zo dadelijk op dat maar... symbolenke. Nee. Maar ik zie niks. Nee. En hier is een poortje. Hier staan een paar caravans. In dat bos, dat moet ik ook even zeggen. Hier staan een paar caravans. Wij staan hier ook tussen. Maar wel, het is hier wel echt ook voor de campers. Hè? Ja, het is hier... En ik denk, hier erachter, dat daar zo wat in die bochten plaats is voor tenten ook. Zie, no tent staat daar al, dus daar zullen die mogen staan. Nee, dat is de parking voor de auto's van de caravans. Ja. En dan hier is een poortje. Ja, en dat is voor te wandelen. Doe eens even open. Ja. En hier komen dan honden aangeleend. Dus hou je van het bos, is het ideaal om hier te wandelen. Heel mooi, ook heel ver, heel diep ook. En er zijn ook...
Zoals je hier kan merken, routes die je kan doen. Vraag me nu niet hoe ver het allemaal is. We gaan nog een stukje verder, want daar zijn precies aan de bomen daar. Allee. We zitten een stukje verder. We zitten hier wel op ons kroks te wandelen, maar ja. Ja, dat kan er tegen. Dat zijn dan minstens zijn daar. Kom maar weer op. Ah, hier mee een beek in een bruggetje. Dat zijn zo van die... Ja, van die estafette oefeningen. Ja, dat is hier zo, heel dat bos. Ja. En dat is hier een oude rivier geweest, boom, zonder water. Een beek. Een beek of een rivier? Durf jij? Want ik denk dat mijn gewicht niet kan houden. Ik kan ook eerder die brug pakken. Ja. Je ziet, we zijn hier niet alleen. Hier wandelen nog andere mensen. Heel grote buitenbomen. Ja, hier gaan we over wandelen. Het is er net iets steviger uit dan dat ding in de fitopiste. Dus hier kunnen ze aan dings gaan hangen, hè? Of gaan staan. Even te stretchen, even op te trekken. We trekken thuis al genoeg op, dus dat doen we hier niet. Voor de rest zijn het hier wel hele mooie bomen. Leuke bomen, hè? Zie hoe groot. Ja. Oh. Of je wild kunt spotten, dat weet ik niet. Er lopen heel veel mensen. Misschien is dat ook wel wild, ja, dat weten we niet. Hier maar, is een heuvel. Een heuvel, dus. Ik denk dat wel een vrij groot bos is hier om goed rond te wandelen. Want het is wat nattekes. We hebben niet echt zwaar schoenen bij voor hier te wandelen. Maar het is wel schoon. Een fitopiste. Ik draag terug. Ja, we draaien terug, krijgen het koud. En dat was het bos. Ja, en het is hier ook heel stil. Geen autostrades, ik hoor hier ook geen wegen. En de grote baan, die hoor je hier eigenlijk ook niet, want die ligt vrij dichtbij. Ja, en de winkels zijn super dichtbij. Dat is een pareltje hier, hè. Hier zien we de barbecues, hè. Dus hier mogen we een barbecue doen. Er is hier geen parkingplaatsje. En wat heb jij nog gezien? Er zijn nog staanplaatsen, denk voor tenten. Hier is de tentenhoek. Met een prieeltje. Ja, een prieeltje met tafel en stoelen. Zelfs stroom hinder nog, stroompaaltjes. Moet er nog iemand aan, zeg. Ja, maar er is er juist ook nog één binnen gereden toen ik aan piano spelen was. Dus dat is hier toch wel goed te doen. Zeg, hè? Maar ja, ze hebben denk ik 5-6 talen dat alles uithangt van de regels. Dus. Iedereen welkom, hè. Hier nog een Engelsman. Maar ja, dat is natuurlijk ook voor Brugge te bezoeken, hè. Strategisch gezien is deze de beste camperplaats, camping. Ja, camping ook tussen haakjes voor die paar caravans, maar voor de rest zijn allemaal campervans en campers hier, hè? Ja. Schat, ik krijg honger. Wanneer ga jij beginnen met koken? Ja, ik ben nog bezig, hè. Maar heb jij weer al honger? Het is nog, oei, ja, het is inderdaad al bijna 6:30. En ik heb honger, dus het wordt tijd. Ja. Oké. Oké, ik heb alles al klaargezet. Ik heb al kip in fijne blokjes gesneden. En die gaan we marineren met sojasaus. En dan laten we dan even een goed 5 minuten in de koelkast staan. Dan, hier heb ik speldpasta. Ik heb hier bloemkool en broccoli. Die ga ik hier stomen. Pasta ga ik hierin koken. De kip wordt dadelijk gebakken en dan ga ik een sausje maken met currykruiden en een beetje vegetarische room. Hier heb ik een pannetje water opgezet nu. En dat is het stoommandje met de broccoli en de bloemkool. En dat mag nu al beginnen stomen. Hier in deze pan ga ik de kip klaarmaken en ik kan een beetje wokolie gebruiken ervoor. De kip is nu een beetje aan het bruinen, maar die ziet er bijna klaar uit. Nu, ik heb gewone sojasaus gebruikt. Je mag ook ketchup gebruiken, hè, van die zoete sojasaus. Dat mag ook. Je mag er gember aan toevoegen, look aan toevoegen, allemaal geen probleem. Nu, de kip bijna klaar, die ga ik apart houden.
In deze pan ga ik dan de currykruiden met de kokroom, ja, daar ga ik de saus in maken, hè. Maar deze pan die moet er nu af. En dan ga ik daar de pasta koken. Dus nu op een laag vuurtje heb ik nu de currypoeder bij de room gedaan. Hier mag je ook nog wat zout aan toevoegen, dus ik moet wel eens even proeven. En dat is helemaal flauw, dus ik ga hier wat zout aan toevoegen. Zo, mijn currysausje, dat heeft een goede smaak. Het is niet super zout, altijd mee opletten natuurlijk, want de sojablokjes die bevatten ook zout. En hier heb ik de pasta. Natuurlijk is ook in zout water gedaan. Dus goed afkloppen. Zo. En voorzichtig toevoegen bij de rest. Ja, als je durft afgieten, kun je de pasta nog altijd eens afspoelen. Dat het meeste zout water eraf is. Ik ga ook direct eens proeven dat het niet te erg is. Een beetje doorroeren. Even proeven, voorzichtig. Het is hartig, maar niet te erg. Natuurlijk, de stoomgroentjes, daar is natuurlijk geen enkel zout op. Hè. Dus dat kan nog wel alles mooi terug in balans brengen. Nu gaan we voorzichtig alle pasta in stukjes toevoegen. Goed laten uitlekken. Ik was nu juist aan het proeven, dat schat. Mm-hmm. Wat een aanvulling zou zijn voor de mensen thuis. En voor ons is een andere keer. Ja, een variatie. Dus, wat kokosmelk bij doen. Nee, op basis van kokosroom. Of op basis van kokosroom kan ook. En dan stukjes ananas misschien erbij. Maar dat moeten we verzinnen natuurlijk. Hè. Maar zo vind ik het eigenlijk heel lekker. Ik denk dat dat wel gaat. We gaan dat eens een keer uitproberen. Hè. Misschien nog er even bij vermelden, dat is nu niet om uw afbreuk te maken. De kip is juist goed. Dus ik denk, als je de kip iets te hard bakt van tevoren en dan je kokosroom erbij gaat doen, dan moet je zien dat die niet te ver gaat. Want dit is juist op het gemiddelde, juist niet te ver. Maar het is vrij goed gedaan. En als ik nu al punten mag geven, ik geef een 8 op 10. Oké, dan moeten we nu nog een beetje sfeer en gezelligheid maken. Dan mogen jij daar sabiet ook nog puntjes op geven. Dat ga ik niet meer doen, schat. Dat is altijd goed. Ah, oh, en wat was dat dan? Van gisteren hetzelfde? 10 op 10? Gisteren had je een 9 op het eten. Oké, smakelijk. Smakelijk. Afwas is gedaan, de fietsbatterijen hangen op de lader, want dat moest ik nog doen. En de dag zit erop, hè? Ja, eigenlijk wel. En nog een Franse pan. Ik wist niet dat je dat gekocht had. Jawel, gisteren. Dat was uw cadeautje nog, dat ik gisteren had gezegd. Ik was samen van Smullen, ik met een lekker watertje en jij met een glenzidig erbij, dat smaakt altijd. Ja. Ja, voor de rest, eigenlijk vandaag was een hele luie, saaie dag. Hè. Spijtig. Het is deze nacht beginnen regenen en het is nog altijd aan het regenen. We hebben wel een uurtje even minder gehad, want 5 uur was het. Dus hebben we even in het bos gaan wandelen, hebben die rondleiding zo wat gedaan. Maar voor de rest eigenlijk, ja, zijn wij terug gewoon... Ja, zo spannend is niet vandaag, hè. Niks om te doen, hè. Maar ja, we hebben wel gewerkt aan het magazine dat we maken. Ja, dat wel. We hebben aan de site gewerkt, dus al het werk dat normaal blijft liggen, hebben we kunnen doen. Dus dat is goed. Mails beantwoord. Je hebt piano gespeeld, natuurlijk. Morgen gaan we nog eens spelen. Ja, voor de rest, morgen normaal is het minder regen. En dan gaan we in Brugge binnen. Past na de middag. Binnenstad, hè. Dan is het nog een hele zware ronde, hè, zoals je al gezegd hebt. Het is iets meer dan eergisteren. Ja. Gisteren bedoel ik. Maar ja, we zullen wel zien. Hè.
kan goed komen. Ik amuseer mijn eigen. Ik ook. Ik heb me de hele dag geamuseerd. Ja. We hebben even gewandeld, dus we zijn toch wat sportief geweest. Voor de rest... Sportief, ja. Het zal morgen dan nog wel... Een betere dag zijn, hopelijk. Het is weer om te regenen.